niemand komt hier zomaar. Ieder heeft een geschiedenis en daar kijk je naar. Ik kijk vooral naar de mens en niet wat ze gedaan hebben. Dus het maakt voor mij eigenlijk niet uit of het een moordenaar is of een verkrachter. Ik kijk echt naar de mens. De waarde van Veldzicht is dat we de maatschappij ook een hoop overlast en ook een heleboel ellende besparen. Veldzicht Center for Transcultural Psychiatry helps patients with complex psychiatric problems. Due to these problems, they are a danger to themselves or their environment. They often have a non-Western migration background, with or without an immigrant status. Veldzicht's most important job is treating and stabilizing people. Treatment can be court-ordered or voluntary. Veldzicht provides intensive care in a secure and protected environment. Het is een unieke vorm van zorg wat we de patiënten kunnen bieden. Van begin tot eind hebben we 24 uur zorg en staan we klaar voor een patiënt in wat hij nodig heeft met allerlei therapeuten en ondersteuning. Hey, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goed geslapen? Ja, goed. Oh, hartstikke mooi. Nou. De kern van Veldzicht waar we heel erg goed in zijn, zijn de echte crisispatiënten opnemen die in de maatschappij een gevaar vormen voor anderen. Dat zijn de mensen die wij kunnen begeleiden en ondersteunen naar een betere toekomst. Het mooiste van mijn werk is de mensen weer stabiel krijgen, dat ze weer wat plezier in hun dagelijkse leven hebben en dat ze zich weer wat krachtiger voelen in hun eigen ik. Er is het TBS-gedeelte, twee afdelingen ICU, Intensive Care Unit betekent dat, intensieve zorg. Hier zitten mensen die in een normale TBS-kliniek iets fout gedaan hebben, waar het niet goed gegaan is, met geweld of wat dan ook. En die worden hierin geplaatst. Erik, goeiedag. Hebben we zin om even op de afdeling te zitten? Sommige patiënten die hebben warren en angsten. En die vinden het ook fijn dat ze achter de deur zitten. Die vinden hier ook dat ze hier in een veilige omgeving zitten. Dat er met hun niks gaat gebeuren. Veiligheid staat hier voorop en dat is niet altijd even makkelijk en prettig werken. Deze is leeg. Je moet toch ook risico's nemen om mensen wat te laten zien of ze dat kunnen. Dat is natuurlijk een heel dun lijntje. Dankjewel. Hoe kwam dat hij leeg was? Vergeten. Je geeft iemand vertrouwen, maar het kan ook gespeeld zijn. Maar ergens moet je wel een keer de eerste stap zetten. Een groot probleem is heel vaak agressie. En jongens die dan elke maand agressie laten zien, of twee keer in de maand, dat moet dan minder worden. Na anderhalf, twee jaar moet dat gewoon over zijn. Gaat het met jouw gezicht of wel? Ja, maar dit bedoel ik dus. Ja, wat? Ja, maar dit... En we proberen dus gewoon ook te ventileren van waar komt nou de agressie vandaan? Hoe kunnen we nou aan jou merken dat je boos bent? Waarom ben je boos? Hoe kunnen we dingen voorkomen? Zodat je gewoon weer naar een normale TBS-kliniek kunt en daar vandaan weer de socialisatie oppakken. Veldzicht is een transculturele psychiatrische kliniek. Transculturele behandeling houdt in dat wij verschillende instrumenten gebruiken om dichter bij de patiënt te komen. Wij hebben kennis en inzicht in verschillende culturen. Wij maken gebruik van het cultureel interview. Wij maken soms ook gebruik van het pictogrammen, de communicatie met patiënten. Dus het is heel breed. Transcultureel werken is bewustzijn van je eigen cultuur en dat beïnvloedt je eigen handelen. Neem nou het voorbeeld van het koekje bij de koffie. In Nederland zijn we gewend om één koekje bij de koffie te nemen. Binnen andere culturen kan dat een belediging zijn. En als je daarvan bewust bent, kun je andere mensen ook helpen. Een van de eerste patiënten die ik had, daar begon ik mee van, wil je zelf iets vertellen? Nou, dat lukte haar niet. En toen zei ik eigenlijk de doelstelling en dat was trauma. En toen zei ze, nee, dat is niet nodig, dat ga ik niet doen. Maar dat was gewoon veel te snel. Voor zo'n vrouw was dat veel te bedreigend. Transculturele aanpak is ook rekening houden met waar ze weer naartoe gaan. Sommige mensen gaan terug naar land van herkomst. Sommige mensen mogen hier in Nederland blijven. Dat heeft allemaal invloed op hoe we met de mensen hier omgaan. Och jij. Heel goed. De Nederlandse taal aanleren voor de patiënten is heel erg belangrijk. In deze?
Zo kunnen ze zich beter verwoorden, zodat hulpverleners hun beter kunnen begrijpen. Ik weet niks. Noos. Ja, goed zo. De mensen die wij ondersteunen met de Nederlandse woorden, dat zijn de mensen die vaak een verblijfsvergunning hebben. De mensen die weer terug worden gestuurd, daar doen wij andere dingen mee. Duurzame activiteiten, wat ze kunnen aanleren voor in het land van herkomst. Taal kan een probleem zijn, vooral als onze patiënten niet de Nederlandse taal beheersen of machtig zijn. Dan maken wij gebruik van tolken, live tolken, maar ook telefonisch tolken. We zetten een live talk in als wij het idee hebben dat wij niet snel in contact kunnen komen met de patiënt. Of de patiënt kan niet zijn verhaal volledig vertellen. De fysieke contact is belangrijk, vooral als het gaat om zeer kwetsbare patiënten. Wat Veldzicht uniek maakt is denk ik dat we een brede scala hebben aan zorgaanbiedingen. Een reguliere TBS-afdeling heeft ongeveer 12 patiënten op een afdeling met 2 begeleiders. En we hebben hier maximaal 6 patiënten met 3 begeleiders. Wij bieden hier mensen zorg die ergens anders, die zorg niet meer geboden kan worden. Die daar gewoon in vastlopen. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld op een instelling hebben ze een jaar lang op handboeien gezeten. En die instelling die zegt, ja, wij weten niet meer wat we ermee aan moeten. En die brengen ze dan hier en dan gaan wij kijken in deze beveiligde omgeving hoe die mensen een manier van zorg kunnen bieden. Er sneuvelen wel eens bloempotten, er wordt wel iets tegen de ramen gegooid, er wordt wel eens een wasmand kapot geschopt of een stoel ondersteboven gegooid of een tafel. En dat proberen we dus juist in te kaderen, zodat als ze hier langer zitten, dat ze dat niet meer doen en dat ze dan verder kunnen naar een reguliere TBS-kliniek. Een onderdeel van het werk hier is werken met traumatherapie. Mensen hebben bijna allemaal een heel heftig verleden. Een onderdeel daarvan is teruggaan naar een fijne herinnering. En dan gaat het echt om dat je gaat kijken naar het leven wat iemand geleid heeft, maar ook de positieve dingen daarin. Mensen zijn heel erg gewend om het laatste trauma aan terug te denken. Maar als je focust op het hele leven, dan zijn er ook wel hele mooie gebeurtenissen. Nou, dat is ook een onderdeel binnen de traumatherapie. Wat ik wil bereiken is bij de ene patiënt samenwerken, als dat een probleem is. Bij de andere patiënt kan dat zijn een stuk ontwikkeling van jezelf en zelf keuzes kunnen maken. Dus dan gaat het over grenzen en een stuk eigenheid. Dus dat ligt heel erg aan de doelstelling waar iemand mee komt. De Veldzichthoeve is de laatste fase van Veldzicht. Patiënten kunnen daar vrij oefenen met hun aangeleerde vaardigheden die ze binnen hebben opgedaan. Omgaan met vrijheid, met zelfstandigheid, hun eigen dagstructuur pakken. En wij zijn er 24 uur per dag om ze daar nog te ondersteunen en te begeleiden in daar waar ze het nog nodig hebben voordat ze weer vaardig en veilig de maatschappij ingaan. Ofwel naar een AZC of naar het land van herkomst of anders waar ze vandaan komen. Wij kijken eigenlijk naar het individu, wat heeft iemand nodig en dat pakken wij op in de behandeling en dat is eigenlijk onze focus. Ik zeg altijd, ik zit in de zorg, ik wil in een TBS-kliniek, maar dat is ook zorg bieden, dat is niet elke dag vechten, dus het is gewoon zorg voor mensen met psychische problemen. Waar we heel erg goed in zijn, zijn de echte crisispatiënten opnemen die in de maatschappij een gevaar vormen voor anderen. Het is zeker een druppel op een gloeiende plaat. Maar dat betekent niet om het niet te doen, want het zijn wel hele belangrijke druppels. Voor de maatschappij, maar ook voor de mensen zelf. Veldzicht has a unique combination of expertise in the field of transcultural psychiatry for forensic and non-forensic patients and attention to safety for patients and society. Together with its partners in healthcare, the chains of immigration and justice, local and regional authorities, Veldzicht helps vulnerable patients go on skillfully and safely.